BNP Paribas Fortis stelt voor. Ja, hier zie je. Kevin, de master. Waarom heb je ja gezegd, Kevin? Waarom? Omdat ik altijd al een heel mooi initiatief heb gevonden van de stad Oostende om echt een filmfestival te organiseren voor de Vlaamse film. Dat er prijzen worden uitgereikt voor alle mensen die iets met film te maken hebben. En ja, toen Peter ook zei dat het is de 10e editie, we wilden er iets speciaals van maken en we hadden jou graag gewild. Ja, dat was ik eigenlijk al bijna verkocht, dat kon ik al bijna niet meer nee zeggen. En hij zei ook van ja, we laten heel vrij in je keuze van films die je terug wil en ook in het thema. En dan ja, heb ik onmiddellijk ja gezegd eigenlijk. Wist je meteen van, dit zijn films die ik wil tonen? Of ja, ja, als je terugblikt in de filmgeschiedenis, de keuze is ruim natuurlijk. Of er is iets, ja, je zou ook in de Vlaamse film kunnen gaan kijken. Ik heb het er heel moeilijk mee gehad. Ik heb het echt heel moeilijk gehad met de keuze, maar het zijn vooral films die ik al 20 of 30 keer heb teruggezien. En er zijn er heel veel bij die ik ook al 20 of 30 keer heb teruggezien en die niet in de selectie zat. Dus ik heb moeten kiezen. En toen dacht ik van ja, welke film zou ik zelf nog eens heel graag terug op het witte scherm zien die ik zelf nooit heb kunnen zien omdat ik gewoon te jong was. En dat was bijvoorbeeld ja, Apocalypse Now. En ik dacht van ja, dat moet zo fantastisch zijn om die terug op een groot scherm te zien. En vooral ook wat Francis Ford Coppola allemaal heeft moeten doen om die film tot stand te brengen. En dan ja, daarnaast zitten films van de jaren 40, ja, Casablanca, On the Waterfront, waar ik die ja, natuurlijk nooit in de cinema heb kunnen zien, maar die mij wel als kind altijd heel hard hebben geïntrigeerd. En ja, de andere zijn van mijn favoriete regisseurs, gewoon Scorsese en De Palma, die moesten er gewoon bij zitten. Ook omdat die natuurlijk in die neo-noir, film-noir sfeer zitten, vooral Carlitos Way dan, van Brian De Palma, ook een van mijn ja, absolute all-time favorites. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Als ik er al over begin na te denken, kijk ik er al naar uit. Dus ja, ik heb het wel moeilijk gehad met de beslissingen of met de keuzes. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij met het lijstje dat ik nu heb klaarlig. En ja, het is natuurlijk, het zijn allemaal Amerikaanse films. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik heb natuurlijk ook wel wat Italiaanse cinema kunnen pakken. Wat Fellini of Taviani of wat Franse Chabrol, om dan maar de namen te noemen. Om wat arthouse over te komen. Maar ik had er eigenlijk totaal geen zin in. Ik had echt zoiets van, ik wil dat dit een filmfestival van grote films zijn, van grote films zal worden uit Amerikaanse filmgeschiedenis. Dus, die mensen misschien al hebben gezien, maar het is zeker waard om ze nog eens te zien. Absoluut, en op een groot scherm dan ook. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.